Vandaag lijkt die uitspraak waarheid te worden. Van waar die uitspraak toen al? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is gewoon het buikgevoel. Zoals ook Glenn Neven via zijn buikgevoel bij Heist blijft. Is dat mijn buikgevoel dat Brussels en Vizé nooit gaan zakken in tweede klasse. En Oudenaarde is een ploeg die je kunt vergelijken met Heist. En die ploegen zullen het altijd moeilijker en moeilijker krijgen om zich te handhaven in tweede klasse. Omdat daar toch ook een aantal machten hun rol spelen. Goed, hij staat nu 3 punten achter Sint-Niklaas, 3 punten achter Oudenaarde ook. Dat is 1 overwinning. Maar als die overwinning er komt, hebben jullie evenveel punten, maar staan jullie voor die 2 ploegen, want dan hebben jullie meer zegens. Dus de vogel voor de kat van enkele maanden geleden is nu een roofvogel geworden die de prooi ruikt. Ja, ik denk dat we maar 1 alternatief hebben en dat is winnen. Daar zijn we ons terdege van bewust. En als we onze thuiswedstrijden kunnen winnen, dan is het inderdaad nog mogelijk. En daar zullen we echt met hart en ziel, maar ook met volle verstand voor strijden. Ja, dan even over de tegenstander. Lommel, na de winterstop zijn ze gestart met 4 nederlagen op rij. Maar daarna volgde een 13 op 18. Vorige week nog zeer recent overwinning tegen titelkandidaat Westerlo. Een ploeg ook die 15 keer gescoord heeft in die 6 wedstrijden met als exponent misschien wel Hans van Aken. Een ploeg in vorm. Zeker en vast een ploeg in vorm. Westerlo geklopt en de trainer geeft het vertrouwen, geeft de beloning aan de spelers, aan de 11 spelers die Westerlo geklopt hebben. En als je de bank bekijkt van Lommel, dan weet je dat je hier over een heel sterke ploeg spreekt. Collinet zit op de bank, altijd verdedigen. De middenvelder Toelen altijd in de goal gestaan. Ruiks altijd links een bak geweest. Wisinowski altijd centrale verdediger geweest. Trossard 5 goals in 4 matchen. Roy Meus op de bank. Echt een heel sterke ploeg. Lommel speelt met dezelfde 11 als vorige week tegen Antwerp. Kan het feit dat Lommel niks meer te winnen en te verliezen heeft in het voordeel spelen van Heist? Nou, dat weet ik niet. Ik hoor dat supporters en zo zeggen, Lommel speelt liever tegen Heist dan tegen Brussels. Ik denk dat de winstpremies en alles zo'n belangrijke rol spelen. Dat zijn allemaal uitspraken van voor de oorlog en we zijn nu in 2013. Goed, slotvraagje. Bij Heist is iedereen fit op Matthias Pitoors na. Die revalideert van een knieblessure. Wie start er vandaag? Wel, Youssef Oskan staat terug in de ploeg. Hij heeft heel zijn seizoen feitelijk in rook zien opgaan door een blessure. We hebben gevreesd dat er een operatie zou van komen van die buikspier, die adductoren. Maar hij is voldoende fit. Hij heeft 2 sterke invalbeurten achter de rug. En kan ons in deze slotfase van de competitie nog veel diensten bewijzen. Thomas Steven start op links. Simon Vermeijeren start op de bank omdat hij te veel goede wedstrijden met heel middelmatige afwisselt. Maar ik heb hem gisteren nog gezegd dat hij belangrijk kan zijn in deze wedstrijd. Voor de rest staat de ploeg zoals we die verwachten, denk ik. Oké, bedankt Cees en veel succes. Graag gedaan.